De comptabiliteitswet van 2019 heeft geen verbintenis meer met overheidsaanbestedingen. Daarnaast zijn er nog vele andere hiaten die weggewerkt moeten worden. Daarom is het van groot belang dat er een nieuwe aanbestedingswet komt, zei VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin gisteren in de Nationale Assemblée. Volgens Gayadin zijn er sinds 2022 stappen gezet voor het ontwikkelen van een aanbestedingswet. Eigenlijk zou er een aanbestedingswet moeten voortvloeien uit de comptabiliteitswet. Maar gezien dat uitbleef, hebben de leden Gayadin en Wang het initiatief genomen om veranderingen te brengen in deze zaak. En we hebben terecht ook de discussies die er gevoerd waren bij financiën en waar we stonden, ook meegenomen om een aanbestedingsautoriteit met een raad tot stand te brengen. Maar na de eerste ronde van het parlement, maar ook gaande de discussies die toch wel die we kennen met betrekking tot autoriteiten, voorzitter, is gemeend om toch wel te kijken naar een Nationale Raad voor overheidsaanbestedingen en aanschaffingen, voorzitter. Dat is nu in het ontwerp meegenomen. Dat verschilt met wat eerder in eerste instantie was ingediend. Gayadin haalde verder aan dat sinds 2022 er diverse actoren binnen de gemeenschap zijn geraadpleegd over een aanbestedingswet. Bij het finaliseren van de conceptwet zijn alle kanttekeningen en discussies meegenomen. In de conceptwet die nu gepresenteerd wordt in DNA, moeten er volgens Gayadin voldoende controlemechanismen worden ingebouwd bij aanbestedingen. Die controleinstrumenten die wij in dit geval zeker hebben. En daarom heb ik die check and balances in een schematisch weergegeven. Op de ministeries hebben we controle vanuit KLAT, vanuit Rekenkamer. Houdt men zich aan de zaken. Nationale Raad, daar wordt toezicht gehouden. Wat gebeurt er? Worden de procedures nageleefd? Vanuit financiën. En natuurlijk binnen het nieuw bestel, en daar is hier niet opgenomen waar we naartoe gaan, voorzitter, is dat uiteindelijk die volledige verantwoording naar het parlement zal moeten komen binnen het kader van overheidsuitgaven, wat wij nog niet kennen en dat zal moeten gebeuren, is aanpassing van ons ordereglement, waarbij alle staatsuitgaven hier in het parlement ter beschikking dient te zijn. Gayadin benadrukte dat opeenvolgende regeringen eraan zullen moeten wennen dat er een afschrift van elke aanbesteding naar DNA moet. Dat is uiteindelijk het doel van de nieuwe aanbestedingswet.